finale dag vandaag. Alex de Minaur in de finale tegen Jannik Sinner. Jannik Sinner, Australisch Open kampioen, nummer 4 van de wereld. Maar qua vorm eigenlijk wel de beste speler van dit moment. Kan de Minaur winnen? Of gaat Sinner op de borden komen na de overwinning van Medvedev van vorig jaar? We gaan het zien. Finale dubbel. Botik van de Zandschulp en Robin Haase spelen tegen Wesley Kolhof en Mac Teach. Gaat het een heel Nederlandse overwinning worden? Of gaat Kolhof in zijn laatste keer dat hij hier in Rotterdam speelt de titel pakken? Vandaag is de laatste dag van het Rolse Tennis Toernooi. Maar we hebben wel twee hele mooie wedstrijden voor de boeg. Heren enkelfinale met Elfie Hewitt tegen Joachim Girard. Fantastische wedstrijd. Ik denk Joachim Girard de beste serveerder. Maar Elfie Hewitt echt een tactische speler. Dus wat dat betreft kan dat volgens mij voor spektakel zorgen. En daarna hebben we nog de dames dubbelfinale. En dat is een finale tussen 4 Nederlandse dames. Diede de Groot en Jiske Griffioen. Die nemen het op tegen Aniek van Koot en Lizzie de Greef. Zij kennen elkaar door en door. Dus ik ben benieuwd welk tactisch spel er gespeeld gaat worden. Heel veel plezier.